De wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord wordt dus gewoon gespeeld op Woudestein. En algemeen directeur Ferry de Haan is daar blij mee. Want als oud-Feyenoorder snapt hij natuurlijk de hunkering. Maar heeft nu, als Excelsior-directeur, andere belangen. Het is heel lang geleden, dus het is heel dichtbij. Ze hebben twee kansen om het te gaan realiseren. Dus het zal ook hoe dan ook gaan gebeuren. En wat Excelsior betreft komt die titel van Feyenoord er dus pas op 14 mei. Op 29 april 2007 kon er ook een teamkampioen worden op Woudestein. AZ kwam langs, we weten allemaal hoe het afliep. Die club gaf de titel nog uit handen. Excelsior wil graag een herhaling van deze legendarische beelden van 10 jaar geleden. Want ze hebben nog een punt nodig om officieel veilig te zijn. En daar zou Excelsior voor knokken tegen Feyenoord. Ja, dat hebben wij vanaf dag 1 gezegd. Iedereen zegt dat wij veilig zijn. Dat zijn we niet, want wij hebben gewoon 1 punt nodig. En wij willen dat op eigen kracht doen, zoals Feyenoord op eigen kracht kampioen wil worden. Dus er staat sportief voor Excelsior ook nog wel wat nodig op het spel. En dat zullen we ook zeker gaan doen. Kan dus een heet potje worden hier, zondag 7 mei op Woudestein.